Yo mensen, Jurassic hier, welkom bij weer in live commentaar hier op Black Ops 2. Zoals je kan zien spelen we op de computer en we spelen sharpshooter op een standoff. Even kijken, de room zit best wel vol. Er zullen zo meteen nog wat meer mensen joinen of de mensen zullen klaar zijn met laden. We gaan even proberen een goede score te halen hier op sharpshooter op de map standoff, zoals ik net al zei. En dat zal waarschijnlijk wel lukken. Ik ben nou niet echt de beste PC gamer die jullie waarschijnlijk ooit hebben gezien. Maar ik vind het wel gewoon leuk om op de PC te gamen. Daarvoor zal ik het ook wat vaker gaan doen. Ik hoop dat jullie het ook gewoon leuk vinden om te kijken. En dat jullie het ook gewoon vet vinden om te kijken. Want alles gaat sneller op de computer. Je loopt sneller de... Nou ja, loopt nou niet echt sneller. Het ziet er sneller uit allemaal. En dat vind ik cool om te zien. Ik vind het leuk om te zien. En ik vind het ook gewoon chill om te spelen. Even kijken of we deze vent kunnen knijven. Ik weet niet hoe ik knijf. Oh, met een V-knijf ik zo te zien. Ik denk knijf gewoon kijken of het werkt. En ik druk er nog op het goede knopje. Ook in één keer gewoon. Ik begin een beetje aan de controls te wennen. Ik begin een beetje uit mijn muis te wennen. Zoals ik vroeger ook altijd deed. Want ik was natuurlijk vroeger een PC-game. Wat jullie allemaal nu wel weten. Want ik heb al 20.000 keer gezegd. Dus ik ga het ook gewoon niet nog een keer zeggen. We gaan op dit moment best wel lekker even kijken. Hier loopt er ook nog een. Die dropshotten wel lekker dan. Gewoon één plek van de map controleren en dan komt het allemaal wel best. Ik zie er hier voor me nog een lopen en als die nou even omdraait. Op je UAV blijven letten, vriendje. Heb je UAV altijd aanstaan en dan moet je wel op je UAV kijken. Uh-oh, die staat me mooi op te wachten. Dan gaan we hem even afschieten, want ik vind het niet leuk als je hem opwacht. Jammer jongen, mooi headclissje daarover. Werkt altijd headclissje. Vooral in deze map, want deze map zit zoveel headclissjes in. Dat is gewoon niet meer leuk. En toen werd ik eindelijk afgeknald. We stonden 9-0. Gaat best wel lekker op het moment. Alleen vind ik dat wapentje niet zo lekker, want het is een M8. MK48, even kijken, onderin. MK48 heet dit wapen. Best wel lekker wapen om te gebruiken, maar nou niet echt mijn favoriete wapen om te gebruiken, want ik vind het eigenlijk gewoon een dik kakwapen. Maar ja, je moet elk wapen kunnen gebruiken in zo'n spel. Als je niet met een wapen kan spelen, dan ga je waarschijnlijk alleen maar dood als je dat wapentje een keertje krijgt. In bijvoorbeeld sharpshooter. En als je het wapentje een keertje oppakt van de grond. Dus je moet gewoon oefenen met elk wapen. Je moet kunnen spelen met elk wapen. En dan haal je waarschijnlijk wel een goede score met elk wapen. Maar dan moet je wel gewoon veel tijd in steken, want anders gaat het sowieso niet werken. We spelen op dit moment een S12, echt een baggershotgun. Dit vind ik nou echt een baggershotgun. Dit ding heeft nooit one shot van kills. Zelfs als die M1216, dat ding heeft ook nooit one shot van kills. Deze vent is uit het raampje gesprongen. Kijk uit. Oh shit, ik dacht ik pak eerst die vent, alleen mijn fast trigger finger op de computer werkt nog niet zo hard. Ik moet echt gewoon heel vaak dat knopje indrukken van mijn muis, alleen dat werkt nog helemaal niet. Ik kan dat nog helemaal niet, zoals je kan zien. En ik moet het gewoon doen met dit wapentje, alleen dat kan ik niet. Dus het gaat een beetje faal worden op het moment. Die S12 moet je dat opnieuw indrukken. Maar dat kan ik niet, dus ik ga nu waarschijnlijk alleen maar dood. Maar ja, zometeen krijgen we weer een ander wapen binnen de... Oh, we hebben al een ander wapen, lol, dat wist ik nog helemaal niet. Ik dacht dat we nog met de S12 in onze handen lopen. Dit is weer een wapen waar ik deed het op mijn muis moet klikken. Dus het zal waarschijnlijk ook weer faal worden. Maar dat hoop ik niet. Ik hoop dat ik nu wel eventjes een chille streak kan neerzetten. Want dat probeer ik altijd op de computer. Het is veel chiller om gewoon een mooie score te halen. Omdat alles veel sneller gaat. Als ik bijvoorbeeld in mijn rug word geschoten, kan ik me heel snel omdraaien. En dat kan op de computer en de Xbox niet. Dus daarom vind ik de computer veel chiller om op te spelen. En natuurlijk was ik vroeger een PC-gamer. Dus het doet me ook weer een beetje denken aan de tijd die ik had op de computer met Warhawk, met Combat Arms, met al die andere spellen. Want dat vond ik ook gewoon kick om te spelen. Zat zo te zien stok op dit wapentje. Hey, dat heb ik nog nooit gehad op dit wapentje. Best wel chill, stok op de SMR. Ik zie het onderin staan dat er stok op staat. Ik wist het namelijk zelf nog helemaal niet. Voor me spant er weer eentje. Volgens mij zit die AFK of zo. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Oh nee, die rent hier naar binnen. Die gaat hij waarschijnlijk campen. Ja hoor, die gaat er campen. Op naar je campspot, jongen. Oh shit. Opeens krijgen we een ander wapen. Ik wou hem gewoon afknallen. Opeens krijgen we een ander wapen in onze handen. Maar we hadden hem nog wel. Het ging best wel lekker hoe we die vent killden. Hier spant er nog even voor me. Lekker dan. Ook mijn mooie kill. We staan op dit moment dik eerst. We zijn volgens mij ook nog host van de room ook. Ik heb mijn natie bestrikt, maar ik wil wel gewoon host op de computer. Ik wil altijd host op de computer. Want op de computer kijkt hij niet naar natie bestrikt. Dan kijkt hij gewoon hoe snel je internet is. Dus als jij dik glasvezel hebt, dan word je altijd host. Maar als jij gewoon dik poep internet hebt met natie ook, word je alsnog niet host. En ik denk dat dat wel een beter systeem is als hoe het op de PlayStation en op de Xbox is. Want daar worden mensen gewoon met NatType open worden host. En op dit is het dus gewoon op je internet gebaseerd. En die vent wil ik even knijven. Alsjeblieft. Dat knijven werkt echt goed, jongen, op de computer. En ik weet nog precies de controls ook uit mijn hoofd. Dat wist ik eerst nog ineens. Wist ik namelijk nog ineens hoe ik moest knijven. En ik ben eindelijk gekild. 24-4 staan we op het moment. We hebben nog 1,5 minuut de tijd om eventjes 30 kills te halen. Want dat vind ik wel mooi. 30 kills in een sharpshooter game heb ik nog bijna nooit gehad. Volgens mij is mijn record in een sharpshooter game 44. Maar dat was op de PlayStation en niet op de computer. Op de computer is mijn record 27 volgens mij. Dus ik probeer eventjes de 30 te halen op het moment. Maar dan moeten we niet weer gekild worden. Want we hebben natuurlijk nu een spraywapen. Iedereen kan spelen met zijn spraywapen. Elke baby die een muis in hun handen hebt, kan gewoon lopen sprayen met een spraywapen. Het is nou niet echt een spraywapen type 25, maar hij heeft wel een rapid fire erop staan. Hij schiet enorm snel, dus als je er gewoon mee gaat sprayen, dan werkt het wel. Alleen, ik noem spraywapens eigenlijk altijd LMG's. Dat vind ik spraywapens, omdat die 100 kogels erin hebben. Maar dit is nou ook wel best wel een spraywapen, omdat hij gewoon kan noscopen. Hij kan van afstanden schieten, kan van dichtbij schieten. Dus ook gewoon een chill wapentje om te gebruiken. En je moet er ook gewoon mee leren omgaan. Als je er niet mee kan omgaan, dan faal je sowieso keihard. Mooie headshot op die vent. Je krijgt er jammer genoeg geen extra punten voor. Maar je kan wel weer een mooie diamond camel ervoor inlokken. 26-5 op het moment. Ik kijk altijd naar mijn score. Ik ben een beetje score streak, score kill dead verslaafd. Ik kijk altijd naar mijn scores op bepaalde spellen. Vooral op Call of Duty. Op Battlefield maakt me nou niet heel veel uit. Maar op Call of Duty maak ik altijd mijn score uit. Ik klik altijd op tab. Ik klik altijd op select om eventjes mijn score te checken. Deze vent loopt veel te snel. Als jij nou eventjes blijft staan, want hij dus nu ook doet, dan kan ik hem killen. Dankjewel, vriend. Het komt er nu waarschijnlijk nog in om aflopen. Nee, dat doen ze niet. Dan gaan we eventjes hierheen kijken. Eventjes altijd blijven opletten op je UAV. Want je hebt natuurlijk altijd UAV aan staan op dit soort spellen. Dus je moet er ook gewoon altijd op blijven kijken. Ik zie dat er nu weer eentje weg van me wegrent. Als je nou eventjes hierheen komt, kijk, daar komt hij aan.
Dankjewel. Altijd op je UAV blijven kijken. Want ik zie nu gewoon dat er allemaal fangs aankomen op het moment. Dus als je dat niet doet, dan ga je altijd weer dood. Je moet altijd op je minimap blijven kijken. Dat is de beste tip die ik kan geven. En dat is de beste tip die eigenlijk iedereen kan geven. Zelfs de pro'ste spelers. Blijf altijd op je UAV kijken. Die vent kon hem jammer nog niet meer killen. Maar het was een leuke game. 460 score heb ik gehaald in sharpshooter. 29-5 is mijn eindscore. Hebben we een final kill of hebben we geen final kill? We hebben een mooie final kill van Virginius PL. Jongens, als je dit live commentaar leuk vond, geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Als je meer PC commentaires wil zien, laat het dan weten in de reacties. En laat ook gewoon weten wat je chiller vindt om te zien. Gewoon PlayStation of PC. Dus laat me dat weten in de comments. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. We'll be right back.